glas is meer dan half vol. Maar nu terug naar het hoofdpunt. Hoe u dat laatste nou in die vraag kreeg, moet ik even over nadenken. En ik krijg geen enkel voorbeeld, ik krijg de grote vredestichter van het Binnenhof Verhagen op mijn dak. Dank u wel. Maar voorzitter. Maar toch dat is een kwestie van oefening. Dat is wel hogere school. Maar goed, die laat ik hem even liggen. Nee, u gaat aangenomen motie wordt opgericht. En dat met een minderheidskabinet. Heb ik nou toch het meeste binnen gehaald van het hele debat? Ja, dit is hem, dit is hem. Dit is de echte lach van Mark Rutte. Zo ver mogelijk die kaken uit elkaar. Ja, je ziet hem op de foto's altijd wel vriendelijk lachen. Klein lachje. Maar dit is hem echt. Als je het zelf doet, weet je pas hoe raar dat is. Ik dacht, waar ken ik die lach van? Dat is de lach van Zalm, deed dat ook. Ongegeneerd brutaal. Dat is de lach van de VVD, denk ik. En hij is aanstekelijk, want wat hebben ze gelachen bij de debatten over de regeringsverklaring. Vriend en vijand, ook de oppositie, lach. Roemer, die begint al te lachen en te stralen als hij een cameraploeg in de verte ziet aankomen. Pret-oogjes, want dan gaat hij weer een one-liner plaatsen, hebben ze allemaal geleerd uit de verkiezingsstrijd. Pechtold, zijn wenkbrauwen gaan meteen omhoog en zijn wenkbrauwen vallen van de ironie bijna van zijn voorhoofd. Dus allemaal komt dat van die regeringslach van Mark Rutte. Zo leuk is het niet wat die regering gaat doen allemaal. Zeker niet voor de allerarmsten en de hulpbehoevenden. Het is eigenlijk een lange neus die hij trekt. Een regering gebaseerd op een minderheid van 52 zetels. Gesteund door een man die alleen maar in zijn vuistje lacht. Het is geen lange neus, maar het is een holle lach. Ik ga er echt.